Heerlijk in mijn handen. En ik mag me laten gaan. Dat is hier de afspraak. Hè. Ja. Ik heb een vast stabiel van pak hier op hetzelfde pak. En ook bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Hier is dat voor mij dat je zo een blauw kunt aangeven vandaag. Ja, dat is gezellig. Ja, ik zeg het. Ik pak deze mensen mee. Ja. Mijn kantoor is hier recht tegenover. Hè. Ah, niet zo ver. Nee. Jij wil dan de botaniek? Ja. Cool. Voilà. Oh, een mooie uitzicht ook, hè? Ja, ik heb een mooie uitzicht, dat is waar. Soms beginnen we al om 7:30 om 8:00 te vergaderen. Nu, vandaag moest ik om 9:00 in het parlement zijn. We begonnen in het parlement om 9:00 en dan ja. En dan lopen we van het een op het ander, zo gezegd. En wat moeten jullie met mij nog doen, feitelijk? Wij gaan u gewoon achter de hele dag volgen tot dat je ons beu bent. Klaas, even gaan we de briefing voor de ministerraad doen. En dan daarna moet ik een opening doen van een rust. En dat is de pen waarmee ik een akkoord met Washington heb getekend. Wauw. Ja, dat is Ah, echt? Dat is een voetbal uit Burundi. Oh jee. Gemaakt van bananenbladen. Dat is kei cool. Liberalisme. Ik zit op Facebook, mijn kleindochter. Oh. Hè? Die op het bureau was bij mijn dochter. Kijk, en dan zit er daar iets op van het treinmuseum bijvoorbeeld. Dat is overgaan. 49. En dan ga ik nu hier in slaap vallen. En hiernaast, dat is de Christian. Die is al 15 jaar met de secretaris. Hè? Oh, 15 jaar. Langer, hoe lang, Christian? Dit is. Oh, dank je. Allee, amai. Bien-être et puis de santé. Alors, 35 ans, on plaide encore et toujours avec brio. Dit alles om u te zeggen dat wij ervan overtuigd zijn dat jullie hier in een instelling zullen kunnen verblijven met alle nodige comfort, met alle nodige zorgen, met een aangename sfeer en feitelijk op deze manier ook een kleine nieuwe gemeenschap zullen vormen als het lief. Professor, de Ah, voilà. En dat is haar cameraman. Ja. En zij zijn voor Yes. Ik zou dan gaan faire un petit programme sur ma journée. Dat is hier mijn geheim plekje. Hier ben ik thuis. Wauw. Geen motorschoenen aan, maar leren zoetjes. En dan durf dat wel eens schuiven. Hop! Ja. Kan ik u zeggen, hier is al menig politiek debat geweest. Hier, aan dat toosje hier. Hier? Want dan, ja, soms, ik probeer altijd van hier thuis te vertrekken voor mijn eerste vergadering. Soms is dat heel vroeg, maar soms is dat ook maar om 10:00. En dan, in de plaats van een kantoor te gaan werken tot 10:00, blijf ik hier. Want hier zit ik op mijn gemak.